Arme Klerk, hoe is het? Ben je vaste klant hier? Ja. Ja? Nou kijk, dat is mooi om te horen. Twee Je gooit je eigen koffiemachientje. Ja. Ja. Het is natuurlijk hier ook altijd. Dan zeg je, maak je koffie voor jezelf. En dan komen de klanten en dan staat het verkoud te worden. Ja. En ik gun de horeca van alles. Ja, nou is het nou dicht. En dan haal ik een bakje koffie voor 2 euro. En dan staat het koud te worden, dan kan ik 2 euro weg. Ja, dat is zonde, hè? Ja. 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 Snap ik heel goed. Doen jullie wel wat mee met het lunchsoepje? Dat gaat ook wel rond hier, toch? Af en toe een soepje van... Ja, we hebben hier alles. Ja, alles zelf. Ja. Ja. Alles. Nou, dat is gelijk wel een mooie eerste vraag. Van, ben je dol op de waren die je verkoopt? Hou je van kaas, hou je van delicatessen? Ja. Ja. Hé, maar Christa, want, hoe lang sta je al op de markt? Vanaf mijn 15e. En nu ben je 25? Ja, zoiets. 52. Dus, maar ik ben er al een aantal jaar tussenuit geweest, ook in de horeca weer. En een paar jaar geleden teruggekomen dat mijn moeder wilde stoppen. Gewoon met de pensioen. Ja, want het is Van der Pol, dat is echt een familiebedrijf, als ik het goed begrijp. Ja, mijn moeder is dat gestart. En op wat voor jaar weet je dat? 85. 87. Ja. Ja. Ja, dat is al behoorlijk lang, hè? Ja. Dus toen is mijn moeder gestopt en ik kwam erbij. Dus mijn zus en ik gingen het samen doen. Want we hebben mijn zus heel erg ziek. En een hele korte tijd, acht weken, is ze toen overleden. Ja, zij was toen van het memorandum in die kraam toen. Ja, 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 ja. Ja. Oh, dat is verdrietig. Ja, ja. Nou, nog een keer heb ik me toen uit de brand geholpen. En mijn neef werkte toen op het kantoor bij Douw. En die had het niet echt naar zijn zin. Komt dat is dus een neef? En dat zij, is mijn neef. En zij is medewerker van zijn vriendin. Oké, okay, nou ja, dat is toch ook een soort familiebedrijf dan, ja. Dus, en toen is hij erbij gekomen. Ja. En sinds 1 januari zijn we echt zakelijke officieel partners. Oké. Okay. Dus nog een paar jaartjes meewerken en dan ga ik echt met pensioen. Ja. Ja, ja, het is wel hard werk, hè, of niet? Ja, het weer en alles, de kou, dat werkt echt heel ja. En waar woon je zelf? Ben je Middelburgers of? Nee, ik ben sinds de laatste jaren woon ik in Zeroskerken, maar voorheen had Vlissingen. Oké. Okay. En ook in Vlissingen, dus ja. Het is echt lekker dichtbij. Ja, en op die markt staan jullie, op welke markt staan jullie allemaal? Op donderdag dan hier. En vrijdag en zaterdag staan we in Vlissingen. En dat is eigenlijk, zijn alle markten. Ja. Verder doen wij ook veel eigen gemaakte producten. Zoals kiesjes en kaaskroketjes en verse soepen. Dat soort dingen. Ja hoor. Dus ja, dan een hele andere dagen heb je gewoon. Ja, omdat dan ben je eigenlijk bezig met bereiden. Ja, ja, klopt. Maar dat lever je niet door aan huis of zo? Dat soort, nee. Het is echt alleen de kraam. Echt puur aan de kraam. Ja, gewoon mensen die... onze klanten die zijn daar toch heel happig op. Maar jullie zijn volgens mij spullen. Want ik heb echt de indruk, jullie zijn wel een kraam waar ook echt altijd mensen aan staan. Hè? Jullie zijn, jullie, wat dat betreft draaien jullie altijd goed. Toch? We hebben geen klagen. Nee. We hebben echt geen klagen. Want, en zelfs in deze gekke tijd hebben we gewoon lekker ons werk. Ja. Dus, ja, mensen moeten toch eten en een beetje genieten. Hè? Ja. Dus ja. Dus de coronacrisis zijn jullie wat dat betreft gewoon wel heel hard doorgekomen tot nu toe. Gelukkig ja. Ik vind het heel erg ook voor mijn collega's van Monfoot dat die niet kunnen staan. Ja. En voorlopig is er ook geen zicht op dat het wel mag. Ja. Je zijn met kiesjes, doen jullie ja. Dus? Maar ik zie bijvoorbeeld ook lasagne staan. Ja, lasagne en moussaka, tagliatelle. En dan ook lekkere kant-en-klare balletjes gehakt en beenhammetjes. Alle soorten worst? Ja, van allerlei lekker. Soorten worstjes en lekker beleg, salades. Olijven? Ja, ook een klein assortiment olijven. Maar heel veel soorten salades, dat is bij ons echt waar de mensen voor terugkomen. Waar we onbekend staan. Maar ik zie daar ook behoorlijke voorraad, als ik me niet vergis, is dat van die echte leverworst van die Zeeuwse. Ja, leverworst, ja. Ja, die vind ik net, ik hou heel erg van leverworst, maar die vind ik echt krachtig. Ja. Nee, dat
Ja, daar komen de mensen echt voor. Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja, dan moet je niet met de gewone hier aankomen. Nee. En dan hebben we ook heel veel ambachtelijke spullen, zoals rosbief, frikandel, grillspek, allemaal van slagerij Heersma uit Oosterveld. Jullie hebben dan ook nog je eigen vaste leveranciers? Ja, ja. Niks van de fabriek, allemaal van de slager. En jij zo'n stemmetje, kunnen die wel van elkaar afblijven en zo? Zijn die wel privé en werk gescheiden? Ik heb genoeg mensen hier, dus ze worden zo gescheiden. Maar dat is heel wat anders dan op kantoor bij Dow Chemical net, of niet? Dat is heel wat anders. Ja, klopt, zeker. Maar jij bent dus nu ook, je hebt definitief deze keuze gemaakt? Ja. Ja, zeker. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Ja. Dat heb ik eigenlijk al vanaf kleinste plan. Dus een jaar of 9 ben ik af en toe een beetje helpen. Echt waar? Ja. Wat weet jij? Shannon. En hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 27. Ja. Bijna 28. Ja. Dus het grootste deel van je leven gewoon al op de markt? Eigenlijk wel. Ja. Oké, dat is het. Anders nog iets meer. Ja. Het is toch ook mooi dat ik het werk van mijn moeder zo kan voortzetten. Dus, Over dat wat? Ja, dat was jouw moeder. Ja. Ja. Oh, dat is heel mooi dan, ja. Ja. Wilt u anders of niet? Ik wil er wel. Dus 2 euro, alsjeblieft. Bedankt. U ook bedankt. Dank je dan weg met je wafeltje. Ja. Nee, maar dat is toch leuk? Jullie kopen dus ook gewoon zelf op de markt, hè? Ja, dus. Nee. Ik heb er ook in, wacht. Mag je mij zo zeggen? Een kaartje. Ja, dankjewel.